Zo, die mensen waren zo vriendelijk van even aan de kant gaan met hun paarden. Het zijn trouwens mooie beesten. Maar wij gaan nu richting... we zitten richting Rotem. We gaan nu richting Duls terug. Maar ik blijf nog volop in de bos. We gaan dit keer hier rechts. We gaan een surprise route doen. Dat wil zeggen dat ik hier straks in een willekeurige route gaan pakken. Ik weet alleen niet, nog niet welke, maar nog niet hier. Hier moet ik heel even klik klik zeggen. Oké. Oké. Oh ja. Mijn koersboek. Dat is mijn koersboek, jongens. Nice. Morgen moeten we weer werken. We hebben nog één lang week te gaan. Joepie! En dan hebben wij nog 3 dagen. En dan woensdags 12 uur. Feierabend. Dat hebben we gedaan. School is eindelijk gedaan. Grote vakantie begint. Hoe zalig kan dat hier worden? En dan ben ik ook met mijn nieuwe... Ja, wat ik zei. We gaan hier naar rechts. En we gaan gas geven tegen 300 per uur. Just kidding. Nee, we gaan gewoon doorvliegen. Rokes. Ja. Jaskes, ja. Helm is al aangetrokken. Ja. Verik staat op nu. En we zijn er weg, hè. Ik leid het turbo, hè. Hey!
Hier zijn we weer. Ja. De paadjes worden hier kleiner, dus ik word hier zelfs weer geneerd op plezant. Voor de rest gaat het. Even stoppen. Hier zitten we in de Roetere Opwoetere Schietclub, Trigger. Paardendingen, maar ook een voetbalveld. Dus als jullie ballen hebben, kunnen we hier komen voetballen. En dan spreek ik wel over bal, voetballen. Kijk eens, we hebben nu nog klaprozen, wat we al lang niet meer gezien hebben, en die paarse bloemen, die toen ik heel klein was gezien had. Een jaar of 10. We komen nu langs het voetbalveld. Hier is het voetbalveld, dames en heren. Kijk. Voilà, jullie zien het. En hier, aan de rechtse kant, dames en heren, ligt de schietclub Trigger. Waar ik terug bij ga. We schieten op 800 meter in de Polsburg. Maar dat is me veel te ver. Hier ligt dus de Trigger, de schietclub. Dit gebouw. De schietbanen liggen onder. Dit is Kantin wat jullie zien. Het voetbalveld ligt links. Hier ligt de schietclub. Trigger. Paardje aan de rollen, rollen, rollen. Kijk, zie je. Shake. Cool, cool. De lucht heeft zich ondertussen terug opengezet. Hier schieten ze boogschieten. Met ook met dingen. Met vogelschieten. Vogelschieten is. Ja. Ik weet nog hoe ze het noemen, ik kom er nu even niet op. Koningsschieten. Dat is met een buk schieten op een stukje hout. Van heel hoog. En wat je beneden moet raken, als je die afschiet, die raakt die, dan ben je schuttenkoning. Dus veel succes daarmee, hou je niet mee bezig, want dat is niet zo'n mijn ding. Ik ben meer een sniperman. Ik schiet liever op andere doelen. En ja, wij gaan hier dadelijk de verrassingroute pakken.